ben een supergrote Katy Perry fan. Katy Perry. Oké, Katy Perry fan dus. Zoals jullie wel kunnen zien. Oké. Ik ben een grote Katy Perry fan. Zoals jullie al wel weten, heeft zij een grote passie ook voor beauty. Beautyfoto's, als je beautyfoto's van Katy Perry op internet ziet, zo, zij is altijd echt heel mooi geschminkt met een eyeliner, een felle lipstick. En zij heeft ook altijd heel speciale nagellak. Dus waarschijnlijk is het daardoor dat het gekomen is dat Katy Perry nu samen gaat werken met OPI. Dus ze hebben een speciale Katy Perry nagellakjes op de markt gebracht. Nu, deze komen pas uit in januari, midden januari dacht ik. Even kijken. Vanaf januari bij Planet Parfum. Dus daar gaan ze verkrijgbaar zijn. Nu, de collectie bestaat uit 4 kleuren. En een Black Shatter nagellak. Dus de eerste kleur is the one that got away. En even kijken, even spieken. You always thought you would marry this amazing deep berry. Dus het is echt een berry kleur. Dus een roze rode kleur. Met een beetje sparkle in. Dan, de volgende kleur is de Teenage Dream. En a dreamy pink glitter that you're sure to crush on. Die ziet er zo uit. Dus dat is een roze kleur met glitter. Dan de volgende is een Not Like the Movies. En dat is This Sultry Silver is the Real Deal. Dus dat is echt een soort van zilver. Maar met een paar verschillende kleurnuances. Er zit zo wat roze in, wat paars, zelfs een beetje geel. En ook naar gelang dat je hem eigenlijk draait of keert, heeft hij altijd een andere kleur. Wel speciaal. En dan de Last Friday Night. En Last Friday Night is... This glitter blue is fierce. Dus ik vind het ook wel echt een heel fierce kleur. Het is echt heel flashy, ook met pailletjes in. En de laatste is de Black Shatter. Dus dat is eigenlijk een soort van nagellak die, als je die opdoet, dat die eigenlijk begint te scheuren. Dus dat is heel raar, dat geeft echt een heel raar effect, maar dat toont echt zo'n gebarsten patroon. Het is echt wel heel speciaal. Voilà. Ik heb ook nog dit voor jullie. Hierop kun je echt goed zien. Dus hier zie je dan de verschillende nagellakkleurtjes. En hier zie je dan dezelfde nagellakkleurtjes. Maar dan met die zwarte topcoat zou ik dat niet echt noemen. Maar ja, ik zal het gewoon bij naam noemen. Black Shatter. Dus dat geeft zo'n gebarsten patroon op je nagels. Echt wel, ik vind het echt wel, het is echt wel cool, hè? Ah ja. Wat dat mij eigenlijk opvalt aan de swatches van die nagellakjes, is vooral deze kleur. Dus zoals jullie kunnen zien, is het echt een heel fel blauwe kleur. En hier, ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar het is echt zo'n heel zwak lichtblauw. En dat vind ik echt wel spijtig. Maar misschien is dat enkel op dit wieltje, hè? Ik ga hem eens even aandoen. Even zien. Dus... Maar na één laagje is er nog niet veel te zien. Enkel eigenlijk een doorschijnende nagellak met wat glitters op. Misschien na een tweede laagje. Even wachten. Weet je wat ik meestal aan de tand vind bij zo van die glitternagellakken? Om die eraf te krijgen.
Dus dat geeft zo'n een raar gevoel, vind ik, zo, als je dat er moet afdoen. En ja, ik krijg er altijd echt kippenvel van. Ik vind het echt een heel raar gevoel. Dus nu heb ik er twee laagjes van die, van deze, hè? Deze nagellak op. En hij is zo doorschijnend. Ah, echt wel spijtig. Maar ik ga even snel voor jullie ook de andere nagellakjes swatchen, oké? Totdat die helemaal droog zijn. Dus twee laagjes nagellak aandoen over een topcoat, over een basecoat. Dus eerst een basis en dan twee laagjes van de kleur. Ik heb nu aan elke vinger een verschillende kleur gedaan, zodat jullie kunnen zien hoe dat de verschillende nagellakken eruit zien. En nu gaan we, van zodra dat deze nagellakken droog zijn, de zwarte shutter nagellak aanbrengen. Dus die moet je daar gewoon over doen. En dan zal je zien dat die heel snel zo begint te verbrokkelen eigenlijk. Echt wel heel tof. Dus je brengt een laag zwarte nagellak aan. Zo. En nu zou je denken, heel die nagellak is gewoon zwart. Maar je zal zien dat die echt begint te barsten. En dan komen die glitterdeeltjes of die nagellak die dat eronder zit er toch nog boven eigenlijk. Zie je, het begint al. Ja, ik vind het echt wel heel tof. Spijtig dat ik niet zo lange nagels heb als deze. Zie je wat een verschil? Oh, ik heb zo'n kleine nagels. Zie, deze begint ook al. Echt zo cool. En dan deze. Zo. Dus voilà, dat was de collectie van Katy Perry voor OPI. Echt een heel glamour collectie met echt een speciaal accent. Zo die zwarte, gebarste patronen erop. Echt wel heel tof. Speciaal ook. En het is zeker wel iets dat ik veel zou dragen eigenlijk. Even kijken. Ik denk dat de flesjes gewoon zoals normaal. Ja, de flesjes kosten €13,95. En je hebt ze ook in van die kleine mini setjes per vier. Dus dat zijn dan vier mini nagellakjes. Dus ik veronderstelde deze. En dan moet je die Black Shatter apart kopen, denk ik. En dat heeft dan een prijs van €17,90. Ja. Dus de collectie zal verkrijgbaar zijn vanaf januari in Planet Perfume. En vanaf midden januari denk ik bij Instant Spa ook. Zo, voilà. Ik hoop dat jullie er iets aan hadden. En bedankt om te kijken. Popka! Zeg eens dag tegen Fashionade. Fashionade! Mm-hmm.